kassen uit het heen met een nieuwe video. Door de wind was ik niet te verstaan. Er stond gelukkig niet heel erg veel wind vandaag. Want we gingen voor een trainingsritje langs de ringvaart voor maar liefst 104 kilometer. Ik was samen met Frank, zoals je hier kan zien. En we gingen gewoon in de ochtend, zondagochtend, het vroor nog buiten. Het was min 2 graden. We hadden ons helemaal ingepakt en we waren er klaar voor. En we gingen vloggen, dus jullie gaan zien hoe we vandaag gingen trainen. Veel kijkplezier. Dus ik zou zeggen, start een leuk muziekje en laat wat mooie landschappen zien. We zijn nu een uurtje onderweg. We zijn inmiddels op de ringvaart. Kijk hier, de ringvaart. We zitten nu ergens in Albennes of zo. Albennes. Geen idee. Frank is even aan het pissen. Ik had dus mijn voet gekneusd. Dus vandaar dat ik vorige week gewoon niks van heb laten horen op YouTube. Sorry, dus ik kon even niks doen. Nu gelijk weer voor 100 kilometer fietsen. Heel veel zin in weer. Nog iets aan toe te voegen, Frank? Nee. Echt niet? Zeker weten niet? We zijn er. Eindelijk. Eindelijk op de ring. Welkom bij Schiphol Oost. Een trauma opgelopen. Tenminste, Frank, hij durft niet meer te fietsen. Hij ging net keihard op zijn bek. Hier is Paarndam. En we hadden dus zo'n wegje naar omlaag. Maar die liep ook een beetje schuin naar beneden. Een soort dijk. En er was al een man die ons waarschuwde dat we ze rustig aan moesten doen. Maar Frank geloofde hem niet. Nou, ik dacht het viel wel mee. Ja, ik dacht ook, ik ga gewoon achter de maan. Maar nee hoor, hij ging op zijn bek. Dus toen rende ik nog snel af. Dus al wat in zijn wiel zit, heeft toch nog profijt opgeleverd. Valt allemaal mee, gelukkig. We zijn op het koffie aangekomen. We gaan langs de duinen terug. 10%. Duimpje. Bloemendal bij de uitkijk op het kopje. Lekker even een chocolademelkje. Lekker even een appeltaartje. Appelgebakje. En nu fietsen we hier. Als je gewoon goed inpakt, is het veel beter om gewoon met 0 graden te gaan fietsen. Als dat je met 10 graden fietst in het regen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Ja, we moeten nog wel een stukje. We moeten nog wel een stukje, maar ik bedank jullie toch. En tot de volgende keer. Joejoe.